Ik baal ervan, teleurgesteld, kwaad. Het is jammer dat we de wedstrijd hier uit handen geven. Ik had een hele moeilijke wedstrijd verwacht. Het viel wel mee eigenlijk. Vandaag een 0-2 nederlaag. Wat is het eerste gevoel wat overheerst bij jou? Ja, ik baal ervan, teleurgesteld, kwaad. Ja, dat zijn wel de twee voornaamste dingen, maar vooral kwaad hoe we het eigenlijk verspelen. Als je de eerste helft wat scherper bent, dan maak je een goal. En de tweede helft, ja, doe je het niet meer, breng je het niet meer op. Ik vond WRC zelf na een minuut of 30 iets inzakken. En was dat het moment dat Berkmeijer had toe moeten grijpen? Nou, ik denk dat we de hele eerste helft toe hadden moeten grijpen. Als je kijkt hoe we met de kansen omgaan, hoe jongens makkelijk een bal onder hun voeten door laten lopen. Ja, dat, is dat concentratie of wat is dat? Ik mis een wil om te winnen. En speelt er ook iets mee dat jullie volgende week een hele belangrijke wedstrijd gaan spelen? Hier thuis tegen Veendam? Geen enkele seconde. Vandaag WAC is een hele belangrijke tegenstander. Ik denk een ploeg die de titel kan pakken. En daar moet je gewoon van winnen. En dat kun je vandaag als je gewoon beter speelt. Hoe ging het vandaag? Vandaag ging het even wat minder deze wedstrijd met het hele team, vond ik. En het is jammer dat we de wedstrijd hier uit handen geven. Wel een puntje van kritiek. Ik zag twee keer een balverlies op het middenveld waar een hele goede kans voor WRC uitkwam. Had je ook niet iets van, dat een beetje jammer? Ja, zeker. Mag natuurlijk niet gebeuren. En gelukkig dat die ballen er niet in gingen. Maar dat moet zeker beter. WRC kwam in de tweede helft zeker behoorlijk georganiseerd over. Was dat voor jou een moment dat je dacht van nou, nu is het moeilijker spelen? Ja, ik vond dat WRC tweede helft sterker uit de kleedkamer kwam. Maar ik vond ook dat wij waren gewoon niet goed tweede helft. Dus het lukte niet echt van onze kant. Maar ik denk dat het voornamelijk aan onszelf lag. En nou volgende week Veendam hier op eigen terrein. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik denk tegen Veendam, we hebben niks te verliezen. Veendam is natuurlijk op papier de sterkere tegenstander. En ik denk dat we gewoon lekker moeten gaan voetballen. En we zien wel waar het schip strandt. 3 punten in de pocket. Het spel, was je daar ook zo tevreden mee? Nou, sommige fases wel, sommige fases niet. Ik vond dat we eerste helft redelijk in de opbouw waren. Maar dan vaak, als een bal vooruit ging, vaak in de aanname slordig waren. We leden een aantal keren slordig balverlies zonder dat er nou consequenties had. Maar wij weten dat als wij tegen ploegen spelen dat ze inzakken en wachten dat wij een fout maken. Dan zijn we wel eens slordig, verleden week ook tegen VVOG. En op een gegeven moment in de tweede helft, ja, over de hele wedstrijd ben je gewoon veel sterker. En had je het eigenlijk al eerder moeten beslissen. En dat doe je dan in de laatste minuut met een hele mooie goal. Maar voor hetzelfde geld wordt er nog 1-1, weet je. En dat was wel ter de verhouding geweest. Maar ik ben tevreden over wat ik gezien heb. We spelen op kunstgras, wat we niet gewend zijn. Tegen een goede ploeg als Berkum. En dan vind ik dat wij op dit moment de betere ploeg waren. Dus ik ben tevreden. Nou, dan ga je hier met 3 punten naar huis. Een 0-2 overwinning. Heel mooi. Maar had je het verwacht op het moment dat je deze kant op kwam? Of had je Berkum iets meer credits willen geven? Onze scout Andy Gouwbeek heeft ze 3 keer zien spelen. En die vond ze vorige week heel goed spelen. Had een hele goede analyse gemaakt. En ook, hij zegt, dit is tot nu toe het beste wat ik gezien heb. Ja, en dan moet ik zeggen, dan moet ik onze jongens een compliment geven. Want wij waren vandaag toch duidelijk beter. Maar een goede ploeg. En ik had een hele moeilijke wedstrijd verwacht. Het viel wel mee eigenlijk. Maar dat is ook onze verdienste, denk ik.